Het laatste wat mensen moeten denken of moeten zeggen of überhaupt maar een hint van moeten geven is dat dingen on-Nederlands zijn. Ik denk dat het overal kan gebeuren, alleen het heeft wel te maken met het klimaat binnen een stad of een land. Ik denk dat de rellen in Rotterdam zouden kunnen gebeuren omdat er heel veel dingen zijn waarvan ik weet dat jongeren nog steeds ontevreden over zijn. Afgelopen december was een Afrikanerplein rellen, politieauto in brand gestoken. Er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, ik ben gewoon erg tevreden. Maar echt mooie laatste voorstelling. En ik ben heel trots op ze. Heel trots. Zit erop. Nee, het was heel leuk. Het was een leuke laatste show. Absoluut. Rustig van met jou? Ja, geweldige show, man. Dankjewel. Ja, blij. Ja, ik ben blij. Echt blij. Omdat het een goede laatste is. En als je de laatste gewoon verneukt, dan ga je echt kut naar huis.
voor de rest van je leven. Dus wij hebben geen revers nodig, zo gaat hij de geschiedenisboeken in. En misschien pakken we hem nog een keer op en dan doen we het nog drie keer zo goed. Ja, het publiek was ontzettend enthousiast volgens mij. Dus volgens mij is het gewoon één groot succes. En leuk dat het ook zo vol zat bij de laatste. Dus echt een goede afsluiting. Heel leuk. Nou, lekker feestje. Ja, wat echt toch, man. Mooi dag, alle. Ja, ik vond het wel leuk. Misschien zou je in het begin denken zo van nee, ik vind dat het niet kan. Klassiek moet klassiek blijven en dus dat het moet gewoon apart blijven. Maar het kan wel. Heel erg leuk. Ik vond het leuk ook met de auto's gedaan, dat hadden we gedaan. En dat er gehandicapt erbij werd betrokken, dat vond ik wel heel erg interessant. Ik vond de muziek vond ik heel goed. Ja, en ik vond hoofdrolspeler heel goed acteren. Nee, dit was echt een geweldige voorstelling, serieus. Vooral het zang van die meiden en van die gasten. Van het verhaal, nee man. Het is super, serieus.